De eerder geplande bezuinigingen op sport en cultuur gaan niet door. Toch is de begroting met 500.000 euro verlaagd. Hoe dat zit en hoe de toekomst er voor de sport uitziet, nou, dat vertelt directeur sportbedrijf Erik Buscher. Nou, de invloed die in ieder geval de gekozen maatregelen zoals het nu lijkt, is in ieder geval dat het buitenblad open kan blijven. Dus de plannen die men had om hem te sluiten en hem op een andere manier te inrichten, die zijn allebei van tafel. Dus er wordt niet geïnvesteerd in een nieuw plan, maar er wordt ook niet bezuinigd. Dus dat betekent dat het buitenblad in ieder geval open blijft. En een andere positief besluit is dat de voorgenomen tweede bezuiniging van 5 ton, dat die ook van tafel is. Dus eigenlijk voor zover lijkt het goed te gaan. Maar de consequenties gewoon in de praktijk? Nou, in de praktijk betekent dat voor nu dat er, wat in eerste instantie is afgekondigd, dat we weinig consequenties in eerste instantie verwachten. Betekent nog wel dat wij intern nog wel met nog wat taakstellingen te kampen hebben. Dus we zijn er nog niet. En er is een nieuwe bezuiniging van 5 ton voor sport en cultuur staat nu op de lijst voor 2017-2018. Dus we zullen daarvan moeten kijken welk deel voor de sport is en welke consequenties dat zou moeten hebben. De donkere wolken zijn nog niet van de hemel verdwenen. Nee, zeker niet hoor. Dus aan de ene kant blijdschap voor een aantal zaken die positief zijn besloten. Aan de andere kant is het ook wel weer zo dat er weer een aantal maatregelen aan zitten te komen die de sport toch wel weer gaan raken. En dat is hoe ver welk deel van de 5 ton voor ons is en welk deel voor de cultuur is, dat is op dit moment nog onduidelijk. Ja.